Dit is de villager, hier zijn allemaal dingen dat je kan kopen. En als armor heb je ladder, enchanted dingen en alles is hier totaal anders. We gaan gewoon proberen te trollen in Bedwars met kopweb. Want ja, hier kan dat en in Eggwars niet. Oh, dat is leuk. Just another one of those nights. Welcome to my city. Wow, dames en heren. Wat er met deze minigame is gebeurd? Vandaag zitten wij in Minecraft en gaan wij de minigame Bedwars doen. Maar dat doen we wel door een speciale reden. Ik heb er één keer eerder een video over gemaakt en die is soort van geëxplodeerd. Als wij naar YouTube gaan en wij typen in Bedw, we hebben Bedwars nog niet eens afgetypt, dan sta ik al helemaal bovenaan. Bedwars Dylan Pace. Als we daarop drukken, zie jij hier Bedwars. 4 maanden geleden. Daar drukken we even op. Scrollen we naar beneden. 2000 likes. 4 maanden geleden, hè. Toen vond ik het al heel erg veel als ik misschien 500 likes zou halen. Maar gewoon 2000 likes toen. Niet alleen de likes, maar ook de views. Wat is er gebeurd? Nee, dat is ook nog niet alles. 555 reacties. Gaan we naar nieuwste eerst. En dan zie je dat er per week nog zoveel op gecomment wordt. En daarom denk ik dat jullie het wel nog een keer willen zien op dit kanaal. Dames en heren, ik doe mijn koptelefoon op, want wij gaan vandaag Bedwars spelen. Ik ga het heel even kort voor jullie uitleggen. Bedwars is eigenlijk de makkelijkere versie van Eggwars. Bedwars bestaat al veel langer, maar hier hoef je niet van die generators te upgraden. En hier heb je totaal andere spullen. Hier kan je dus gewoon bij de village totaal andere spullen kopen dan in Eggwars. Ik ben alvast even een potje gejoined en wij worden al meteen gespawnd. Wij zijn team blauw en dit is het bed. Dit is het bed dat we moeten beschermen. En daar is het andere eiland. Dit is dus een map met 2 eilanden. Deze map heb ik ook nog nooit gespeeld. En dit is de generator. Hier is het niet met iron, gold en diamonds. Maar hier is het met, van die bricks. En dan heb je ook nog een iron spawner. Maar die moeten we gaan zoeken, want die spawners zitten verstopt overal. Normaal heb je nog een beetje kleine tusseneiland, maar bij deze map niet. Dit is echt gewoon één rechte lijn. Dit is de villager. Hier zijn allemaal dingen dat je kan kopen. De blokken. Ja, hier kan je bijvoorbeeld ook endstone kopen. Of block of iron kan je kopen. Glowstone, glas. En als armor heb je ladder, enchanted dingen en alles is hier totaal anders. Oh, oké, dus in deze spannen worden ook random gold en iron gespand. In sommige maps zijn de spannen verspreid, maar in deze map zijn dus de irons in één plek. Lijkt een beetje op een zombie spannen. Weet jullie wat ik bedoel? Toen ik dit 4 maanden geleden had gedaan, had ik gevraagd met wie ik de volgende aflevering moet doen. En daarom hebben jullie dus nog steeds zoveel comments achtergelaten. En ik kan gewoon niet voorstellen dat jullie het zo leuk vonden. Nou, ik begrijp het wel, maar dat er in die tijd al 2000 likes waren. Dus ik maak in de tijd even wat armer dat ik even doorpraat. Hey, ik kan geen chestplate maken van leather ziek. Dan moet je het van chain gaan maken. Gelukkig kunnen wij dat, dus wij hebben een chestplaten. Jullie hadden dus in de comments super veel YouTubers achtergelaten met wie ik het moest gaan opnemen. Maar omdat ik nou niet weet of jullie die video specifiek nou heel leuk vonden, of gewoon deze hele minigame zo leuk vinden, doe ik dit nog 1 keer in mijn eentje. En als jullie weer zoveel likes kunnen knallen als gewoon op de vorige aflevering van 4 maanden geleden, dan beloof ik dat de volgende aflevering super spectaculair wordt met hopelijk een super vet potje. En dat ga ik dan ook gewoon met de YouTuber doen naar jullie keuzes. Dus laat het achter in de reacties met welke YouTuber ik dan de volgende aflevering moet doen. Als we 4 maanden geleden op die video 2000 likes konden halen, moet het nu al met gemak kunnen. Ook zijn hier de wapens totaal anders. Je kan hier een knockback stickje kopen. En je kan ook een golden sword kopen met 1 gold. Zullen we dat doen? Ik denk dat dat wel beter is. Of zou ik... Ja, ik doe deze met 3 gold. Dan heb ik een golden sword met sharpness 2 en unbreaking 1. Nou, die heb ik gekocht. En dan doe ik deze ernaast. Want stel, iemand komt heel dichtbij me en die wil ik dan hiervan af gaan slaan, gebruik ik mijn stickje. En dan sla ik hem gewoon zo plup plup eraf en dan is hij dood. Toen ik dit had gespeeld waren de maps best wel groot. En waren er heel veel spawners. Maar zoals je ziet is dit een hele kleine map. En dat wist ik natuurlijk niet, want ik ken deze minigame eigenlijk niet zo heel goed. Tenminste, ik begrijp hem wel goed, maar ik speel hem niet vaak. Eigenlijk heb ik hem vanaf de vorige aflevering niet meer gespeeld. Oh, dit is niet eens een eiland. Dit is het midden. Ik wist niet eens dat er een midden was, joh. Zeg dat dan. Vraag me af of ons bed wel goed is ingebouwd. Want ja, in Eggwars heb je een ei. Een egg dus. En in Bedwars heb je dus een... Ja, vul het zelf maar in. Een bed natuurlijk. Blijf maar een beetje spulletjes verzamelen. Want ik merk ook trouwens dat ik wat eten nodig heb. Want zonder eten dan ga ik dood. En als ik dood ga is dat niet leuk. Want dan ben ik al mijn spullen kwijt. Eten is hier ook anders. Alles is hier anders. Dus daarom vind ik het ook best wel leuk en vernieuwend. Gewoon om eventjes dit te spelen. Aangezien het gewoon totaal anders is. Je ziet dat dit lekker is ingebouwd. Lekker met sandstone en wat chests. Het kan denk ik wel wat beter. Maar voor nu is het denk ik wel mooi ingebouwd. Oh, het is zo verslaafd om al die spullen te pakken. En als je ziet dat een iron of gold tussen zit, wil je het meteen pakken. Want die zijn wat zeldzamer. Omdat die gewoon hier random tussenin
inspannen. We gaan eventjes kijken wat er nog meer is. Dit is special. Trouwens, je ziet dat het in het Duits staat, sommige dingen. Maar deze minigame komt oorspronkelijk uit Duitsland, als ik me niet vergis. Oh, je kan zelfs cobweb maken. Oh, dat is geniaal. Ik ga het gewoon doen. Omdat jullie waarschijnlijk allemaal Air Course wel kennen. En dit kennen jullie niet in Air Course. Dus we gaan ook gewoon een beetje profijt van maken. Als ik het zo kan noemen. We gaan gewoon proberen te trollen in Bed Wars met cobweb. Want ja, hier kan dat en in Air Course niet. Oh, dit is leuk. Dit is leuk. Ik vind het leuk. Waar zullen we ons cobweb gaan plaatsen? Ik weet niet of het handig is om het nu al te gaan plaatsen. Ja, oh, ik heb een goed idee. Stel ze, kijk, dat is ons eilandje. Stel ze rennen naartoe, plaats ik gewoon hier snel, plup, een cobweb. En dan komen ze niet verder. En dat is hartstikke slim. Oh, hier is ook een goldspan. Oké, dat is mooi. Dan kunnen we hier ook gaan farmen. Zoals ik al zei, je kan deze dingen niet upgraden. Dat is ook het leuke. Daarom is het ook iets makkelijker. Je moet nu meer gewoon denken aan je basis bouwen. En gewoon een strategie bedenken om een ander team uit te schakelen. Je moet je niet denken aan, wat moet ik eerst upgraden? Wat moet ik dan upgraden? Hier is alles gewoon voor je geupgrade. En ik vind het eigenlijk gewoon heel erg leuk om te spelen. Daarom vind ik het ook leuk dat jullie op de vorige aflevering 2000 likes hadden gehaald. Hopelijk ook op deze aflevering. Onze teamgenoot is al een lekkere basis aan het bouwen hier op de brug. Ik weet niet wat hij maakt. Een gekke spaceship lijkt het wel. Ik hoop in ieder geval dat het een beetje handig is. Ik ga ervoor. Zal ik ervoor gaan? Ik wil gewoon gaan. Oh, ik heb niet eens blokken. Oh, dit is zo dom. Ik heb niet eens blokken gemaakt. Waarom doe ik zo dom? Die gast blijft hier maar schieten. Oh, hij schiet op mij. Ik kan ook niet weg. Ik kan niet weg. Ik heb geen blokken gemaakt. Oh, wat moet ik doen? Ik ga dood. Ik ben bang dood gaan. Alsjeblieft. Can I get some blocks? Oh, nee. Alsjeblieft. Can I get some blocks? Can I have some blocks? Weet ik veel hoe je dat eigenlijk vraagt. Alsjeblieft. Oh my god. Ik moet blokken hebben. Wacht, ik maak deze jump. Ik ga ervoor. Ik heb toch geen blokken. Ik ga er gewoon voor. Ik ga ervoor. Oké, laat maar. Ga jij maar. Oh, dit is spannend, jongens. Dit is spannend. Hij is dood. Hij is hier. Ik heb ook niet eens een pickaxe. Wat is er? Hebben we gewonnen? Wacht. Hè? Iedereen zegt GT, maar Team Blue has won the game. Ja, ik was Team Blauw en we hebben gewonnen. Oh, ik had het niet eens door. Ons bed was gewoon gesloopt en ik wist het niet eens. Oh, dat... Oh, wat? Blijkbaar was een ander teamgenoot van ons al bij het ei gekomen. Oh, ei. Bed natuurlijk. En die had hij gesloopt. Ik hou het eventjes bij dit potje. Het is misschien een wat kortere aflevering van Minecraft. Maar ik wil eerst zeker weten dat jullie dit leuk vinden. En dan ga ik hier lekker mee verder. Doen we langere afleveringen. Ga ik dit met leuke YouTubers doen. En gaan wij allemaal spectaculaire afleveringen maken. In een vernieuwde Egg Wars versie. Eigenlijk is Egg Wars vernieuwd van Bed Wars. Maar Bed Wars kende bijna niemand. Dus eigenlijk is voor jullie nu Bed Wars de vernieuwde versie van Egg Wars. Beetje ingewikkeld, maar je begrijpt het vast wel. Laten we kijken of we weer de 2000 likes kunnen halen. In ieder geval bedankt voor al jullie support. Sowieso op elke video, maar ook gewoon op dit. Want dat had ik nooit verwacht. Ik zag het later en ik dacht, hoe kan dat zoveel views hebben? Hoe kan die zoveel likes hebben? 4 maanden geleden. Oh, ik blijf me herhalen omdat ik gewoon zo blij ben ermee. Ik bedank jullie allemaal. Ook bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet geen blauwe duim omhoog te doen. En dan zie ik jullie hopelijk in een nieuwe aflevering van Bed Wars. Met een andere speciale YouTuber. Waar wij lekker in gaan knallen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Peace.